Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We zien dat Nederland schuil gaat onder een dik pakket met bewolking, dat opklaringen op de Noordzee dichtbij zijn, maar ze komen nauwelijks dichterbij. Heel misschien dus in het noordwesten en noorden heel af en toe zon, maar in de rest van het land vooral veel bewolking. Naast de westkust een enkel buitje vanochtend, in het zuidoosten regen en motregen. Vanmiddag en vanavond breidt dat regengebied zich langzaam verder over het land uit. Vooral in het zuidoosten en oosten kan het dan langdurig regenen. In het westen en noordwesten blijft het wat meer buig. Temperaturen zijn laag voor de tijd van het jaar. Die liggen tussen de 16 en 18 graden vanmiddag en komen vanavond rond 15 graden te liggen. Later vanavond trekt het regengebied weg. Morgen hebben we daar dan geen last meer van. Zonnige periode, slechts een zeer lokaal buitje en het kwik dan weer omhoog. Het wordt gemiddeld zo'n 21, 22 graden. In het weekend wordt het nog warmer. Zaterdag 22 tot 26 graden, met in de avonduren langs de westkust misschien een bui. En zondag 25 tot 30 graden, en ook dan weer in de avonduren mogelijk een enkele regen of onweersbui. Maandag is de kans op buien veel groter, dan wordt de warme lucht weer verdreven. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.